Het NCCR heeft spoedvergaderingen gehouden met CEDEMA en SIM vanwege meldingen van tropische stormen en orkanen die Suriname kunnen treffen. NCCR-coördinator Jerry Slijngaard roept op tot voorbereidingen voor mogelijke wateroverlast. Vooral Grenada en Trinidad en Tobago worden bedreigd, maar ook Suriname en Guyana kunnen getroffen worden. Het NCCR heeft noodhulpcoördinatie besproken met diverse diensten en is bereid andere Caribische landen te helpen. De staat van paraatheid is verhoogd naar code oranje en er zijn richtlijnen voor de bevolking uitgegeven. De padvinderij viert op 29 juli in Suriname haar 100-jarig jubileum. Daarom zal de Boy Scout Suriname een nationaal kamp organiseren waarbij 700 tot 1000 kinderen zullen kamperen. Wilgo Koster, hoofdkwartiercommissaris, wil de padvinderij nieuw leven inblazen. De viering wordt ondersteund door de presidentiële commissie en andere organisaties. De Boy Scouts willen ook hun door brand verwoeste hoofdkwartier, Weesparaat, renoveren en scoutinggroepen op scholen in de districten opzetten. Op zaterdagmiddag 29 juni overleed de 62-jarige RO bij een verkeersongeval op de hoek van de Hendrik en de Koningsbloemstraat. Bromfietser RO kwam vanuit de richting van de derde rijweg naar de Biharilaan en verleende geen voorrang aan het tegenovergestelde verkeer toen hij een bocht maakte bij de kruising met de Koningspalmstraat. Hierdoor kwam hij in botsing met de auto van JM, 40 jaar, die in tegengestelde richting reed. RO overleed vrijwel direct als gevolg van de aanrijding.